De reden voor het maken van de jurk is een wedstrijd waaraan de dames gaan deelnemen. De docent kreeg een mail van de directeur dat er een wedstrijd was in regio Limburg. En we konden allemaal opvallende dingen doorsturen. En wij hadden in gedachten een mondkapjesjurk. Vanwege gezondheid draaide het erom. Er wordt nu ook heel veel mondkapjes rondgeslingerd. Ook gewoon op straat en zo. En daarvoor ook dat groen erbij, dat het eigenlijk gewoon allemaal in één is. En iedereen ziet het ook gewoon meteen van mondkapjes. Ook gewoon van, we hebben nu al 2-3 jaar nu al mondkapjes op alles. En dus wordt nu ook heel veel weggegooid, ook in de natuur. Ja, ik moet daar sowieso nog heen, want daar staat mijn tas. De jurk, die in het teken staat van gezondheid, bestaat uit mondkapjes en takken. Hoeveel mondkapjes zijn het? Het zijn er ongeveer 200 in totaal. En dan ook nog heel veel takken. Ik weet niet hoeveel die er zijn. Maar die takken, waarvoor zijn die erbij gekomen? Voor de klimaatverandering. Want het is een wedstrijd voor volksgezondheid. Dus we dachten klimaatverandering en corona in één. Want klimaat gaat ook naar de knoppen. Momenteel staat jurk nog in de Gulgalerie. Waar deze na de wedstrijd naartoe gaat, is nog niet bekend. We gaan meedoen met een wedstrijd. Dat is ergens in april in Maastricht. En we krijgen nog meer te horen daarover. Die jurk blijft nu hier staan. Daarna gaat hij in april naar de wedstrijd. En daarna weet ik het eigenlijk niet. Moeten we daarna kijken. Ligt eraan wat er mee gaat gebeuren. En verbinnen. Dus dat komt allemaal goed. Het wordt nog een keer naar Maastricht gebracht volgens mij. Als ik het goed heb. En dan doen we gewoon vooral mee aan de wedstrijd. En vandaar, volgens mij blijft dan gewoon hier in de Gulgalerie staan. Of de dames de wedstrijd winnen met hun creatie, weten we pas in april.